En aan tafel zit Patrick Kramers, voorzitter van Circus Punt. Dat gaat over circussen. Zeker. En dan zal ik je verklappen. Nou, het is niks bijzonders, maar toch, dat is wat ik ooit wilde worden. Trapezeartiesten. Ja. Het is het niet geworden. Hoe kan dat nou? Circus, dat is iets waar ik echt warm voor loop. Echt het mooie circus met de acts. Dat is wat jij vertegenwoordigt. Ja. Jij gaat ook glunderen ervan. Ja, ik blijf het een mooi vak vinden. En zo'n draadlopen, ja, je hoeft het maar over een marktplein te zien. En het is verwondering, het is prachtig om te zien. En het is echt wel een vak wat je moet kunnen. Ja, nou. En er zit risico in, er zit spanning in. En ja, toch altijd het moment als iemand dan overgelopen is, dat hij het toch bereikt heeft. Ja, dat is fantastisch. Ja. Ja. En hoeveel circussen zijn er in Nederland? Ja, wij zijn Circuspunt. We hebben meer dan 150 leden, zeg maar. En dat zijn artiesten, dus de draadlopers. Maar we zitten ook met de kerstcircussen aan tafel. We hebben de jeugdcircussen. We hebben de opleidingen aan tafel. En we hebben de festivals aan tafel. Dus eigenlijk iedereen die een passie heeft voor dat vak van circus, die is bij ons aangesloten. Ja, en is dit alleen Nederland of zijn jullie ook internationaal? Nee, we zijn echt Nederland. We baseren ons op Nederland. We hebben wel natuurlijk toch veel mensen die hier ook werken, die uit buitenland komen, die bij ons zijn aangesloten. En we hebben relaties uiteraard Europees, maar wij vertegenwoordigen wel echt circus.nl. Ja. Dus en hoe doe je zelf iets ook? Nee. Ik heb ooit eens geprobeerd misschien? Ik heb ooit eens in mijn jeugd mocht ik Hongaarse danser spelen met prachtige flikflaks. Maar verder dan dat deed je wel? Dat deed ik wel, maar verder dan nou, dat ben ik je al niet daar. Nee, ja. En hoe ben je bij dit gekomen? Ja, voorzitter? Ik heb in Rotterdam meegewerkt aan de hbo-opleiding opzetten. Er zijn twee hbo-opleidingen in Nederland. Eentje in Tilburg en eentje in Rotterdam. En ik heb de opleiding in Rotterdam mogen opzetten. Voor circusartiest, ja. Oh, en dat is echt helemaal specifiek alleen daarvoor? Alleen daarvoor, ja. Maar dat is toch ook niet vreemd? Nee, helemaal niet. We hebben theateropleidingen, we hebben muziekopleidingen, dansopleidingen. Dus het is helemaal niet zo vreemd dat we ook een circusartiestopleidingen hebben. Waanzinnig ja, leuk. Ja, mooi hè? En leer daar alles. Dus zeg maar van het clownsvak tot trapeze, tot acrobatiek. Ja, je komt altijd met een discipline binnen. Hè? Dus of je doet acrobatiek, of je doet jongleren, of je doet een andere discipline. Dus dat maakt eigenlijk niet uit. Want het gaat uiteindelijk over, ja, weet je, ook een verhaal te vertellen. Hè? Het circus is echt wel veranderd. Veel mensen hebben toch nog het idee, het is één specialiteit wat je hebt. Maar ja, tegenwoordig zijn er zoveel verschillende vormen dat je ook echt een verhaal moet kunnen vertellen. Ja. Dus theater hoort erbij, dans hoort erbij, mime hoort erbij. Dat zijn echt wel de onderdelen die je op zo'n opleiding ook leert. En die mensen, die zitten dus nu allemaal op die opleiding. Ja. Die worden klaargestoomd. Ja. Voor het vak. Ja. Om straks de circus in te gaan. Ja. Maar alles ligt stil. Alles ligt stil. Hoe zie je dat? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een heel triest verhaal. Triest verhaal voor de studenten die afstuderen. Want ze kunnen hun eindpresentatie niet laten zien. Maar vervolgens is er geen festival, is er geen theater, is er geen kerstcircus op dit moment dat zegt, ik ga boeken. Dus eigenlijk staan we allemaal met elkaar stil. En dat voor een vak wat bekend staat om zo'n rondtrekkend karakter, is dat natuurlijk heel triest en heel moeilijk. En zien we ook nog niet zo direct oplossingen waarbij we weten dat we eigenlijk ons vak weer heel snel kunnen uitoefenen. Nee. En daar staat iedereen wel voor klaar. En hoeveel bezoekers moet jullie teleurstellen? Ik bedoel, heb je een soort gemiddelde? We hebben we hebben wel eens een telling verricht, maar we hebben ongeveer 1,6 miljoen bezoekers in het circus. 1,6 miljoen? Ja. Gigantisch. Ja, veel hè? Ja. Ja. En per? Jaar. Per jaar. Daar zitten de kerstcircussen bij, maar daar zitten ook de festivals bij. Daar zitten de kleine voorstellingen van de jeugdcircussen bij. Daar zitten ook de voorstellingen van Cirque du Soleil bij. Ja, dat zijn allemaal circusactiviteiten die in het land ieder jaar plaatsvinden. En waar vind ik echt veel bezoekers op afkomen. En dat maakt het ook voor nu zo ingewikkeld. Hè? Als je kijkt bijvoorbeeld naar die kerstcircussen. Ja, de ondernemers, dat zijn vaak ondernemers die het nu doen. De tentcircussen, die weten eigenlijk niet zo goed wat nu te doen. Nee. Want enerzijds kan je zeggen, gok het erop, neem het risico. Maar ja, dat is wel een bedrijfsrisico.
En dan zit je straks een half lege tent of een half lege carré. En dat gaat ook niet om kleine bedragen natuurlijk. Het gaat niet om kleine bedragen. Het is voor artiesten niet leuk. Het is voor het publiek, denken we, niet zo aantrekkelijk. Maar goed, het is ook wel weer een gegeven. Dus we zijn ook bezig met experimenten. Om te kijken hoe kunnen we nou dat circusvak ook in die anderhalve meter samenleving voor elkaar krijgen. Ja, anderhalve meter. Ja, en dat zou echt wel heel mooi zijn. We hebben een van onze grootste wensen voor de korte termijn, zou ik zeggen. Maak nou mogelijk dat we kleinschalige evenementen mogen doen. Wij worden vergeleken met de grote dancefeesten. En ik snap dat daar andere veiligheidsrisico's zitten dan wanneer je zo'n mooi klein circus hebt in een wijk waar kinderen en families komen. Ja, dus jullie vallen onder de noemer evenementen en dat zit nu heel erg in de weg. Ja, ja. Dus jullie moeten eigenlijk gewoon onder een andere noemer gaan vallen. Een kleinschalig theater meer een evenement. Nou, wij vallen deels onder evenement, want als je een grote circus... Ja, Cirque du Soleil hebt of je staat bij verschillende gemeentes met kerstcircus, dan vallen we onder evenementen, snap ik. Maar jeugdcircussen of circusondernemingen die gewoon in de wijken staan voor kleine familievoorstellingen. Ja, je hoopt dat dat toch op niet al te lange termijn weer door kan gaan. Mensen gaan niet op vakantie waarschijnlijk. En ik denk, ja, ga lekker naar het circus. Ja. Mooi tijdverdrijf, toch? Ja. Leuk dat je er was. We moeten nog eventjes de teller aanvullen. Oké. Okay, nou, je hebt al een heleboel genoemd. De HBO-opleidingen. We hebben de jeugdcircussen. We hebben de circusondernemingen. We hebben de kerst. Wij komen op 2000 mensen uit. 2000. Lekker. Dat tikt mooi aan. Mooi, hè? Hartstikke fijn dat je er was. Dank je wel. Oké. En graag je handtekening. Ja, ga hem zetten. Dank je wel. Ja, ook dank.